De Partij voor de Dieren protesteert. In Zwolle verzamelden enkele bozen zich bij het provinciehuis om aandacht te vragen voor het afschieten van dieren. En dat ging er nogal ruig aan toe. Hebben jullie je een beetje vermaakt hier tijdens de demonstratie? Je kletst af en toe met wat nieuwe mensen. Dat je denkt van, hey, hoort hij ook bij de Partij voor de Dieren? Nou is dat leuk om even kennis te maken. En ik heb me best vermaakt. Maar het is natuurlijk het mooiste als je ook... Als het ook echt nut heeft dat je er staat. Ja, want waar ging deze demonstratie nu eigenlijk over? We staan hier vanmiddag om te protesteren tegen het faunabeheerplan. Het is eigenlijk een afschotplan, een bejaagplan van vele soorten en aantallen dieren in Overijssel. En vanmiddag is de vergadering van Provinciale Staten. Die begint zo meteen over een paar minuten. En daarin wordt besloten of dit plan doorgaat. En als dat plan dus doorgaat, betekent dat eigenlijk een massaslachting onder dieren in Overijssel. Een massaslachting? Dan zou er ook een massa-opkomst moeten zijn, toch? Wat vindt u van de opkomst eigenlijk? Nou, best aardig. Ja, het had natuurlijk nog veel meer mogen zijn. Maar er zijn veel mensen gewoon aan het werk vandaag. Of hebben andere verplichtingen. Dus we waren met een leuk groepje zo. Had u eigenlijk gehoopt op een hogere opkomst? Ik had wel gehoopt op een hogere opkomst. Maar ik wist eigenlijk al wel dat het ongeveer zo zou zijn. Nou ja, zolang het plan maar niet doorgedrukt wordt, toch? Nou, in ieder geval komen we op televisie of op een website, zijn we zichtbaar. Misschien dat een enkeling die twijfelde van zal ik dit wel of niet steunen, dit plan, dat die toch eventueel overgehaald wordt om nu nee te zeggen. Te zeggen nee, we zijn tegen die dieren die neergeschoten worden. Maar ik denk dat het lijkt erop dat de provincie toch zijn mening al klaar heeft. Gelukkig hadden de demonstranten wel een leuke middag.